en we juppen en we draaien en we schommelen zo fijn tot we mis weg van we draaien en we nemen voor altijd zijn. Met mij gaat alles goed, zeker met de nieuwe plaat die eraan komt in de zomer. Binnenkort nemen we een clipje op aan het strand van de pannen, dus ja. Voor onze kijkers, heel wat mensen kennen jou natuurlijk uit een vorig verleden met Eiland in Zicht en vele andere nummers. Waarom die verandering van naam? Ik heb dus enkele jaren stilgelegen met de muziek. Dit dateert van 96, van het kampioenenlied van Club Brugge. Vooral achter de studio's gewerkt, voor ook een aantal bekende Vlamingen gewerkt, platenfirma's ook. En ik ben eigenlijk terug vorige zomer beginnen zingen. Het is niet gemakkelijk voor ons als Vlaamse artiest in ons Vlaams landschap. Dankzij natuurlijk jullie en nog een aantal mensen die toch actief bezig zijn. Maar er zijn twee mensen die mij terug gezegd hebben van kijk, je moet die draad herpakken. Ik heb gezegd, ik doe verder, maar ik kies dan wel voor een andere naam. En Jo Benna, dus die Benna, dat is eigenlijk van twee mensen die me erin gesteund hebben. Benjamin en Nadine, vandaar Jo Benna in plaats van vroeger Joël. De vorige single, De Speeltuin, heeft het uitstekend gedaan, de Vlaamse top 15. Ja, heel plezant liedje geweest en een hele toffe periode. Maar ook in Nederland, we hebben, volop zitten we zo'n beetje nog te kwakkelen aan de Nederlandse grens van Maastricht tot bijna in Vlissingen. In Nederland is dat ook goed onthaald. In Vlaanderen, een paar hitparades met gestaan met Naar de Speeltuin. Ja, het was een toffe kinderliedje voor velen, maar een goede Polonaise vind ik toch. Hè. Altijd een ambianceplaat op een optreden, we merken dat wel. Mensen leven zich daarin uit. Wanneer mogen we een album verwachten van jou? Wel, normaal ging die er al zijn deze zomer. Maar ik ben iemand die graag zo'n beetje, hoe moet ik het zeggen, het moet een beetje uit het hart, uit de ziel komen. Wat een beetje schrik van overproductie. Dus ik denk dat het album er zal zijn oktober, november. En er moeten nog twee opnames ingeblikt worden, waarvan dan de volgende single zal worden na de zomer. Dan zouden we graag nog iets doen met de kerst- en nieuwjaarsperiode en daar natuurlijk voor het album releasen. Maar ik zeg normaal ging deze zomer gingen we het album uitbrengen, maar liever kalm aan. Ja, we moeten ook rekenen, het medialandschap nationaal om ons album te promoten, dat is niet zo eenvoudig. En de stad maakt de luid, ja dan gaan we.